Matsenkrekers, die fascineren me al mijn hele leven. Dan gaat het mij niet om de inhoud, maar om de verpakking en dan met name hoe je dit open en dicht doet. Moet je eens kijken, mooi. Ik maak hem open en ik kan hem op een hele simpele manier weer afsluiten. Dat is natuurlijk veel slimmer dan al die verpakkingen die je met steekwapens te lijf moet. Ik vind dit een volmaakte synthese tussen vorm, functie, techniek en materiaal. Ik wilde onderzoeken wat er gebeurt als ik dit afsluitprincipe toepas bij het ontwerpen van een kast. Het belangrijkste is natuurlijk het materiaal. Dit materiaal moet dan dezelfde eigenschappen hebben als karton. Ik kom uit bij Hi-Lite. Dit is een materiaal waarmee ik wel vaker gewerkt had. Het is een plaat die is samengesteld uit drie delen. Twee toplagen van aluminium, waartussen een laag kunststof zit. Door dat aluminium weg te halen aan beide kanten, kun je dus draaipunten maken. Met kartonnen modelletjes heb ik toen al mijn mogelijkheden onderzocht. Normaal moet je natuurlijk bij deurtjes het draaien en het afsluiten. Dat realiseer je door aparte onderdelen te maken. Maar in dit geval moest het natuurlijk helemaal vanuit het materiaal ontwikkeld worden. Nou, hier zie je het eindresultaat. De sluiting, dat is uiteindelijk deze vorm heeft hij gekregen. En je ziet gewoon dat die twee deurtjes, die vallen in elkaar. Ik druk hem door zijn doodpunt heen en dan sluit hij. Nou, dus dit is dan de sluiting. En als je dan even hier kijkt, hier zie je dat het aluminium is weggehaald. En nou, dan heb je dus een heel mooi draaipunt. En hier aan die zijkant heb je een bepaalde ruimte. En dat zorgt dat er een vering is. En die vering die drukt gewoon die deurtjes dicht. Door dit sluitmechanisme is de voorkant van de kast niet vlak, maar hij deukt als het ware naar binnen. Als er meer kastjes naast elkaar gehangen worden, ontstaat er een soort zigzagprofiel aan de voorkant. De vormgeving van de kast komt helemaal voort uit het gebruikte sluit- en draaimechanisme. Dit was het verhaal achter mijn kastje, een verhaal over materiaal, vorm en techniek. Mijn volgende verhaal is van een hele andere orde. Dan gaan we naar de hemel. De hemel? Ja, de hemel. Als je nou abonneert en daarna op het belletje drukt, krijg je meteen een melding als het verhaal gepubliceerd wordt. Tot ziens!